Hi, ik ben Jan Versteeg, trots ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. En we trappen vandaag de challenge af, genaamd Hoofd, Schouders, Knie en Teen. De Hoofd, Schouders, Knie en Teen Challenge. En hiermee gaan we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Ronald McDonald huizen. Want daar gebeuren hele belangrijke dingen, er is een heleboel geld voor nodig. En juist in deze tijd moeten mensen toch kunnen zijn bij hun zieke kind, in ieder geval in de buurt. Goed, je kunt het vanuit huis doen. Iedereen kan meedoen. Dus dat past helemaal binnen hashtag stay at home. En wat moet je nou doen, hoor ik jullie denken. Nou, wat je gaat doen, is je gaat in 1 minuut zoveel mogelijk hoofd, schouders, knie en teen proberen te doen. En daarna maak je een donatie via startenactie.nl/acties/hoofd, schouders, knie, teen. Dus zonder de N. En daarna tag je 3 mensen die je uitdaagt, challenged om hetzelfde te doen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Hoofd, schouders, knie en... Oké, een paar dingen. Ik ben helemaal kapot. Het is veel zwaarder dan ik dacht. Ik weet ook niet hoeveel het er waren. 6, 7, 8, geen idee. Telt even na. En ik wil graag 3 mensen nomineren. Chantal Jansen, oud-ambassadeur van Ronald McDonald Kinderfonds. Ik ben benieuwd hoe vaak jij het kunt. Robert en Brink, die is ambassadeur van Ronald McDonald Kinderfonds. Die wil ik het ook graag zien doen. En Miranda Noorlander van het Ronald McDonald Kinderfonds. Zet hem op en ik zie het heel graag tegemoet. Dag!